Heel weten te houden. Actie. Ik zit hier in de Apple Store in Amsterdam en we hebben hier een meeting van Mylar. En Mylar, nou, tot nu toe ken ik het nog niet, dat is een netwerk van 5000 ZZP'ers. En Sjaak, wat doet dat netwerk? Het netwerk verbindt ZZP'ers met elkaar en die laten hun kennis met elkaar delen. Dat is de opzet van Mylar. Ja, maar ze kunnen zich inschrijven en daarna kunnen ze ook opdrachten verwerven. Hè? Want er zijn nu 400 van die mensen, die ZZP, die opdrachten via Mylar krijgen. De drie dingen die Mylar wil faciliteren voor die ZZP'ers is dat ze er werk kunnen vinden of hun contracten af kunnen laten handelen. Dat ze heel veel andere ZZP'ers vinden om te netwerken met elkaar. En dat ze daar ook behoeftes kunnen opvullen op het gebied van dingen die ze nodig hebben voor hun eigen onderneming. Ja, dus je vertelt ze nu vandaag iets over social media en dan de andere dag weer over de belasting en dat soort dingen. En nou, Sjaak van Heukelom is, zeg maar, jij bent degene die het initiatief hebt genomen, maar jij werkt bij? Ik werk bij Achmea. Ik ben hoofd van de innovatieafdeling bij ons op de holding. Dus dit is gewoon eigenlijk een marketingding van Achmea om wat te bereiken? Nou, het is geen marketingding van Achmea. Nee. Tuurlijk niet. Nee, geen marketingding. Maar het is een innovatie binnen een publieke instelling zoals Achmea, wat toch eigenlijk gewoon nog een collectief gebeuren is. Ja. Hoe komt zoiets tot stand en wat willen jullie hiermee? Nou, wij bij onze innovatieafdeling willen weten hoe klanten denken, hoe klanten werken, waar klanten zitten, hoe wij ons kunnen vereenzelvigen met klanten. Om ze vanuit hun ding bij ons zo goed mogelijke producten te kunnen aanbieden. Ja. Dus wij willen ook met klanten zelf die dingen ontwikkelen. Wat verwacht je ervan? Wij zeggen wel eens, we zijn groot geworden met het pushen van onze informatie. En nu willen we het naar ons poelen. We willen het komen halen. Maar even om goed te begrijpen, dit is een soort modern uitzendbureau. Uitzendbureau 2.0 voor ZZP'ers. Je brengt mensen bij elkaar. En dan zorg je dat ze opdrachten hebben. Dan zorg je ook nog dat administratief goed geregeld is. En jij hebt uiteindelijk het doel om de producten van jou, en dat zijn dan wat, ziektekostenverzekeringen of waar moet ik aan denken? Relevante producten voor een ZZP'er. Hè? Zijn persoonlijke verzekeringen, risico, arbeid. Dus het netwerk, daar heb je heel veel kennis en daardoor kun je goede producten maken voor de ZZP. Dat is het doel. Je hebt het perfect vertaald, Vincent. Ja. Ja. Hoe lang zijn je mee begonnen? We zijn nu een dikke 7 maanden live. En we hebben nu inderdaad 5000 ZZP'ers. We hebben een alpha community uit die ZZP'ers. Daarmee bespreken we zaken. Een mooi praktijkvoorbeeld is wel aardig. Er was wat onvrede over soorten van contracten. Wij halen de ZZP'ers, de alpha community, naar ons kantoor. Alpha, je bedoelt alpha, bedoel fysiek bij elkaar? Nee, maar fysiek bij elkaar. Fysiek bij elkaar. En met de alpha community bespreken we hoe de contracten er dan wel uit moeten zien. En daarmee gaan we weer naar de opdrachtgevers. Dus er is echt het klantdenken, het ZZP-denken is leading in Mylar. En heeft dat nou invloed op jullie bedrijf? Van de kennis die daar vanuit komt, behalve van jou? Van wat voor nieuwe producten kunnen wij verwachten? Nou zeker, wij gaan heel kritisch kijken naar die persoonlijke producten. Zo zijn we nu een onderzoek begonnen, een project begonnen naar arbeidsongeschiktheid. En wij hopen daar met verrassende vernieuwingen te komen. Ja. Okay. En hoeveel heb je hierin geïnvesteerd? Er zitten drie partijen in en dan praat je wel over enkele tonnen die daarin geïnvesteerd zijn. Enkele tonnen, ja, dat is ook niks eigenlijk. Nee, maar dat is ook eigenlijk niks. Het zijn peanuts qua investeringen vergeleken met een marketingbudget wat je zou nodig hebben om die ZZP. Wij vinden ook dat we geen marketingbudget nodig hebben, behalve hiervoor. Hè, zo'n meet en greet is marketingbudget. Maar wij vinden niet dat wij hoeven te promoten wie we zijn op de radio en op de televisie. Wij willen dat onze ZZP'ers met ons gaan vertellen wat zij gepromoot willen hebben. En dat doen we op het internet. Ja, en dat geld wat je dus nu verdient doordat 400 van die mensen werken via Mylar. En die betalen 10% geloof ik aan Mylar voor de moeite, hè, voor organiseren. Ja, ja. Dat is niet het doel op zich. Dat moet een beetje kietdraaien. Ja. Het doel is echt om kennis op te doen van deze community en daar producten voor te maken. Die 10% was wat te veel. Het is 2,50 per uur. Maar om je een indruk te geven wat wij gaan doen. We zijn nu bezig om dit jaar live te zetten voor al die ZZP'ers. Een omgeving waar ze met hun maten over werk, over kennis, over presentaties, over documenten kunnen praten. Dus een omgeving binnen Mylar waarin ze kunnen sharen en kunnen delen. Nou, dat soort ontwikkelingen financieren we uit de verdiensten die we hebben. Dus maar het belangrijkste is meer, je wil producten maken voor deze groep en dit is een leerproject. Ja. Ja, okay. En niet alleen, hè, want ook wij delen het feit dat we hier in het Mac House zijn van de Apple Reseller Store, is dat ook een partner is. Zij willen ook weten van ZZP'ers, wat vinden jullie dat wij moeten doen? En daarom worden ook andere bedrijven partner. Het is niet alleen een Achmea iets. Het is een. Nee, mooi. Welke anderen zitten nog bij? Nou, Apple zit er nu in. Dexcom, dat is de holdingmaatschappij van Dixons, Dynabyte, T4 Telecom. En we zijn met nog een aantal
Andere... Een rare groep bedrijven bij elkaar. Maar goed, het schijnt te werken. Dan nog even een vraag van... krijgen we ook wat openheid over de kwaliteit van de ZZP'ers? Hoe de opdrachtgevers ze beoordelen of hoe de opdrachtgevers de ZZP'ers beoordelen? Wat het leuke is dat je begint met een 1.0. Waar we het over hebben. Er komt straks een ratingmodule in waarin de ZZP'er de klant kan raten. Daar gaat de klant vast wel aan wennen. Maar de klant ook de ZZP'ers een rating mee kan geven. Een soort van zoever, alleen dan op werk. Ambities zijn hoog. En het is ook, moet ik zeggen, je gaf het zelf al net aan. Werken met ZZP'ers zijn toch allemaal ondernemers. Dat is wel een genot. Dankjewel, Sjaak. Hoe was dat?